Hallo stripvrienden, welkom bij een nieuw stripvlog hier op mijn kanaal. Ik ben Marcel de stripvlogger. En het album wat ik in dit vlog ga bespreken, zal ik heel eerlijk over zijn, dat vond ik geen makkelijk album om te bespreken. Eigenlijk ook niet om te lezen. Het was een pittig album, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar eerst even die vraag. Nou ja, die stelling meer. Het is geen makkelijk album. Waarom is het geen makkelijk album? Nou, kijk even voor de gein nog een keer naar de titel van dit vlog. Dan zie je even waar het over gaat. En dan kun je al voorstellen dat dit een beladen onderwerp is. Waar op dit moment de nodige discussies over bezig zijn. En niet alleen nu. Die zijn eigenlijk al een aantal jaren bezig. Eigenlijk zijn ze natuurlijk al, ik zou bijna zeggen, honderden jaren bezig, die discussies. Maar de laatste jaren lijkt het wel erger te worden. Dat ik op het punt dat ik denk van, in wat voor rare wereld leef ik? Een heel simpel voorbeeldje. Het is augustus en de discussie over Zwarte Piet is al in volle gang. En er zijn heel wat partijen die zijn tegen en er zijn heel wat partijen die zijn voor. Nou, iedereen heeft zijn eigen mening. Ondanks het feit dat dit mijn vlog is en dat ik hier mijn mening mag geven, ga ik me daar niet even in mengen in die discussie. Dat wil ik niet. Ik moet er wel bij zeggen, en dat is gewoon een gevoel wat ik heb. Ik heb het gevoel soms dat op het moment dat je niet gaat voor de politiek correcte benadering van een bepaald maatschappelijk onderwerp, dan lig je meestal niet goed bij anderen. Je mag je eigen mening hebben, zolang de mening maar meegaat natuurlijk met degene die het goede doen. Dat gevoel krijg ik in heel veel discussies. En daarom, ik vind het soms heel moeilijk. Ik meng mij soms op internet, op nieuwssites, in allerlei discussies. En ik geef daar mijn mening. En ik lees de meningen van anderen. En dan denk ik wel eens van, jongens, waar gaat het op een gegeven moment over? We leven op dit moment in een wereld die bol staat van allerlei discussies, van allerlei problemen, van allerlei crisissen. En op een gegeven moment word je daar soms echt helemaal horendol van. Je kan het nieuws niet meer aanzetten of je kan geen, zelfs Facebook, hè, als je nieuwssites volgt, kun je bijna je tijdlijn niet meer lezen of je wordt wel weer geconfronteerd met allerlei zaken. En iedereen heeft daar zijn mening over en iedereen heeft ook weer de mening over iemand anders die een mening heeft. En dan denk ik, oh, wat is het toch heerlijk om gewoon even lekker op de bank te gaan zitten met een stripboek. Lekker even weg van al die discussies, even tot rust komen. Strips zijn een heerlijke uitvlucht. Laten we het even zo zeggen. Het is een uitvlucht dat je even af kan sluiten voor de wereld om ons heen. En even lekker kan genieten van iets wat je ontspant, wat je even tot rust kan brengen. Behalve natuurlijk, als je een stripboek gaat lezen, wat je meteen met de neus op de feiten drukt. En je eigenlijk toch weer terugbrengt in die maatschappelijke discussie. Enigszins. En dat is het album wat ik gelezen heb en wat ik hier in dit vlog met jullie wil delen. Dat is namelijk dit album, Quaco of Quaco, een leven in slavernij. Een heel bijzonder boek. Maar even wat verder weghouden. Een pittig boek, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zeg al, normaal gesproken, dan ga je lekker op de bank liggen, ga je lekker een stripboek lezen en dan kun je ontspannen. Maar met dit boek is dat toch heel anders. Ik moet zeggen dat ik er vrij lang over gedaan heb om het boek te lezen. Het is ook wel een heel stuk langer dan de meeste stripalbums. Dit album telt maar liefst 64 pagina's. Dus het is een behoorlijk album. Behoorlijk dik boek ook. Dat voel je ook meteen als je hem in je handen hebt. Het mogen duidelijk zijn waar dit over gaat. Dat zie je ook meteen al aan de albumcover. Even wat dichterbij houden, even wat detail laten zien. Ja. Nou, hij is prachtig getekend, maar het geeft meteen wel aan hoe de vork in de steel zit. Want je ziet de blanke man die de overheerster is over de zwarte man. Dit gaat over slavernij, maar heel specifiek punt over die slavernij. Het gaat namelijk over het personage Quaco. Laten we hem Quaco noemen, even voor het gemak. Het is zijn levensverhaal wat dit boek brengt. En dat maakt dit toch wel een heel bijzonder stripboek. Want wat weten wij van slavernij? Ik bedoel, nogmaals, we hebben de discussies. Een van de grootste argumenten die bijvoorbeeld even in de Zwarte Piet discussie aangehaald wordt, is dat het weer verwijst of te maken heeft of links legt naar de slavernij. Waar de Nederlanders hun hand in hebben gehad. Nou, dat is iets wat heel erg in dit album naar voren komt.
Maar dit album gaat verder dan alleen maar een vogelvlucht beeld geven. Dit verhaal, dit album, neemt je mee eigenlijk op reis van een slaaf. Van het moment dat iemand geroofd wordt in Afrika, tot het moment dat hij als het ware zijn vrijheid krijgt of zijn vrijheid neemt. Want het boek eindigt een beetje, ik zou bijna zeggen, met een soort open einde. Je weet toch niet helemaal precies hoe het nou met hem afloopt. De tijd waarin zich dit afspeelt is ongeveer de periode 1770 tot en met 1791. Zo ongeveer die periode praten we over. Waarbij dus een jongen, genaamd Kwako, samen met zijn twee broertjes geroofd wordt uit zijn dorp uit Afrika. Hij wordt meegenomen en ze worden verkocht, ze worden op een schip gezet. Ze gaan uiteindelijk naar Suriname toe. Hij komt in Paramaribo terecht. Hij komt op een plantage te werken. Hij wordt een soort persoonlijke, zoals het hier staat. Even kijken, een lijfknecht van de plantagehouder. Later wordt hij aanvankelijk verhuurd of gegeven aan een militair. Even spieken, een legerkapitein, Johan Gabriel Stedman. En met hem beleeft hij heel veel avonturen. Uiteindelijk koopt deze Stedman hem, hij wordt van hem, neemt hem mee naar Nederland. En uiteindelijk, ja, hij wordt daar als een soort werknemer weggegeven aan iemand. Dus eigenlijk in zekere zin is hij nog steeds slaaf. Maar we zien helemaal aan het eind van het boek dat hij wegloopt en zijn eigen weg ingaat. En daar eindigt het verhaal eventjes. Dus, maar net voordat dat gebeurt, zie je hem nog even dat hij zijn levensverhaal opschrijft. Nou, dat maakt dit boek zo interessant. Want wat maak je mee? En je moet je even voorstellen, als jij ergens leeft, en ik denk dat wij ons dat heel moeilijk kunnen voorstellen, want wij zijn natuurlijk in een hele andere situatie. Wij leven in een hele andere cultuur. Maar je moet je voorstellen dat er in één keer iemand komt die jou meeneemt uit jouw vertrouwde omgeving naar een andere plaats toe, uiteindelijk op een boot zet die je niet kent, waar je nog nooit van hebt gehoord. Je hebt misschien zelfs de zee nog nooit gezien. Nou ja, je bent wel bekend met water, maar toch. En je maakt een enorme reis en je komt in een vreemd land uit bij vreemde mensen die een taal spreken die je niet begrijpt. Je wordt geslagen en je krijgt continu opdrachten en je moet continu maar werken en je krijgt geen rust. Nou, als je dat gaat proberen in te denken, dan kom je een beetje in de richting van wat deze hoofdpersoon Kwako meemaakt. Je volgt hem op de voet in alle zaken die hij meemaakt terwijl hij dus verkocht wordt. Van het moment dat hij nog in vrijheid is en de opdracht krijgt om op zijn broertjes te passen, tot het moment dat hij geroofd wordt en op een gegeven moment ook het contact met zijn broertjes kwijt is. En al die tijd dat hij in Suriname zit, elke gelegenheid die hij heeft, gaat hij zoeken naar zijn broertje. Hè, dat houdt hem continu bezig. En door het hele boek heen vindt hij zijn broertje niet. Nou, dat is natuurlijk heel tragisch. Hij leert andere slaven kennen die hem helpen, die hem onder hun hoede nemen, die hem leren hoe hij zich moet gedragen. Maar hij krijgt bijvoorbeeld ook te maken met slaven die weggelopen zijn en die zich tegen hun overheersers hebben gekeerd en die de wapens op hebben genomen en waarmee ze gewoon in gevechten gaan. Ook hij komt midden in dat soort gevechten terecht. Het is een behoorlijk intens verhaal als je het zo gaat lezen. En ik zeg heel eerlijk, ik heb het echt in een aantal etappes gelezen, omdat dit boek behoorlijk veel informatie bevat wat je in je op gaat nemen. Het tekenwerk in dit prachtige album is van Erik Heuvel. Nou ja, ik heb recentelijk het January Jones album, het laatste album, besproken. En ik heb al aangegeven dat ik zijn tekenstijl heel erg mooi vind. Nou, die kenmerkende tekenstijl vind je ook in dit boek terug. Nou, een van de mooiste platen die ik hier echt in vind, dat is zo'n pagina grote. Als ik hem even wat verder weghaal, dan zie je hem goed. Hè? Maar echt ook weer zo gedetailleerd. En ja, het wordt prachtig in beeld gebracht door Erik Heuvel, wat ze eigenlijk allemaal meemaken op die reis. En wat deze Kwako in zijn leven meemaakt. Het is geen gemakkelijk leven wat hij heeft. Eén ding vond ik wel heel interessant. We hebben het even over slavernij. En natuurlijk worden de blanken, die hebben daar echt wel het voortouw in genomen. Hebben zich daar echt schuldig aan gemaakt. En dat is iets waar we ons eigenlijk allemaal voor moeten schamen.
Hoewel ik er dan wel weer bij zich van luister. Dat zijn wel mensen geweest die honderden jaren geleden geleefd hebben. En die hele andere gedachten hadden dan ik. Ik kan mij niet vereenzelvigen met dit soort personen. Ik vind het vreselijk wat ze gedaan hebben. Maar als je de eerste pagina's van het boek bekijkt. Hè, het vredige leven in het dorp. En dan even, dan bladeren we pas even door naar pagina 7. En pas in pagina 7 komen voor het eerst de blanken in beeld. Want, even kijken of ik daar een voorbeeldje van kan vinden. Waar ze uiteindelijk door geroofd worden. Dat zijn eigenlijk hun eigen landgenoten. Nou, dat is toch een aspect wat ook in dit boek weer even belicht wordt. Dat dat ook een rol speelt. Ook de mensen uit Afrika zelf hebben zich schuldig gemaakt aan het ontvoeren van hun eigen landgenoten. Hebben ze verkocht aan de blanken als slaven. Dat is een aspect wat dit boek in het begin wel eventjes benoemd. Niet heel uitdrukkelijk, maar het is ook niet zozeer dat dit boek een aanklacht is tegen de slavernij. Dit boek is meer bedoeld om mensen begrip te laten krijgen. Om mensen mee te nemen op de reis van zo'n slaaf, van zo'n jongen die geroofd is. Hoe ervaart hij dat nou? Het meest bijzondere aan dit album is dat het gebaseerd is op ware feiten. Deze Kwako heeft echt geleefd. Bij dit album moet je eigenlijk ook eventjes de website bekijken. Het websiteadres komt hier te staan. Die website die moet je echt even gaan bekijken, want daar staat heel veel informatie die een aanvulling geeft op dit boek. Daarnaast laat ik even de laatste pagina zien. En ook hier staat heel veel informatie. Nou ja, dat staat veel meer informatie dan je gewend bent bij een stripboek. Heel veel namen van mensen. Voordat dit album gedrukt is, voordat het getekend is, toen het verhaal geschreven is. Het verhaal komt van Ineke Mok. Zij heeft ontzettend veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van deze Kwako. Naar de geschiedenis van deze Stedman. Want zijn dagboek vormt een van de belangrijkste bronnen van dit verhaal. En dat maakt dit verhaal toch in één keer heel anders. Want het is niet gewoon een verhaal wat bedacht is door een schrijver. Zo van, ik ga een mooi verhaal bedenken in een mooi boek zetten. En dan ga ik mensen proberen mee laten voelen wat nou iemand meemaakt die als slaaf moet leven. Nee, er is onderzoek naar gedaan. Er is uitvoerig bekeken van wat zijn de feiten. Er is ontzettend veel onderzoek gedaan. En dat vind je terug op die website. Daar kun je zien de bronnen die geraadpleegd zijn. Daar wordt ook hier wel wat in genoemd in die laatste pagina die ik net liet zien. Maar daaraan kun je even zien hoeveel werk er gestopt is in dit boek. Door Ineke Mok en ook door Erik Heuvel. Erik Heuvel is bekend vanwege, voor mij in ieder geval vanwege January Jones. Maar hij heeft ook heel veel educatieve stripboeken gemaakt. Hij heeft ook al eerder met Ineke Mok samengewerkt in het maken van een educatief stripboek. En eigenlijk valt dit album ook in die categorie. Ik bedoel, het is een album wat je gewoon bij de stripwinkel kan kopen. Dus het is niet zo dat dit echt een schoolboek is. Het is nog steeds een boek wat je gewoon kan kopen. Wat je gewoon lekker op de bank kan gaan lezen. Want het is en blijft nog wel een stripboek. Maar er zit veel meer achter. Een van de dingen die erbij zit is dat dit album ook gebruikt kan worden bij lessen op school. Ik denk zelf aan bijvoorbeeld lessen maatschappijleer of geschiedenis. Nou, in het kader daarvan heb ik even een heel klein stukje uitgeprint. Want ook weer op die website die ik net liet zien, of tenminste waar hier het webadres kwam, daar staat ook heel veel informatie voor docenten. En daar wordt in beschreven hoe ze dit boek kunnen gebruiken in lessen. Dat vind ik heel interessant. Maar even een heel interessant stukje. En dan moet ik heel even spieken. Even een heel interessant stukje. Een stukje lees ik voor uit de informatie die ik op de website gevonden heb. De invulling van het alledaagse leven en de wijze waarop Kwako dat ervaren kan hebben is gebaseerd op nader onderzoek naar het leven van slaven in de toenmalige kolonie Suriname en in Nederland. Stedman, de plantage-eigenaren, de verzetshelden, de militairen en enkele slaven zoals Johanna, Olijf, Koffie en Jan Mulat hebben echt bestaan en dragen hun correcte naam. Ook de weergave van de stad Paramaribo en het dagelijks leven op de plantages in het district Kommerwijnen zijn gebaseerd op historische bronnen.
Er zijn wel wat zaken aan toegevoegd, om het natuurlijk een mooi verhaal te maken. Maar dat zijn meer toevoegingen die verder geen afbreuk doen op de feiten die in dit boek gepresenteerd worden. Nou, dat maakt zo'n boek toch heel bijzonder. En wat dat betreft zeg ik dan van, dit is wel een boek wat iedereen moet lezen. Om iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, iedereen die zich druk maakt over die hele Zwarte Pieten discussie, ga dit boek eens lezen. Wie weet geeft het je andere inzichten, wie weet verander je van gedachten, dat zou kunnen. Daar ga ik ook weer geen oordeel over vellen, dat laat ik lekker aan iedereen zelf over. Ik ben zwaar onder de indruk van dit stripboek. Ik vind het een prachtig album, hoe het in beeld is gebracht, het verhaal erachter, de gedachten erachter, spreekt mij enorm aan. Dit is echt een zeer bijzonder boek. Een van de meest bijzondere stripboeken die ik tot op heden heb gelezen en ben tegengekomen. Juist vanwege de gedachten achter dit album. Dus ja, ik heb al een keer eerder aangegeven dat ik wel eens een wat serieuzere video heb gedaan. Maar ik had niet verwacht dat het nog serieuzer kon. Want ik denk dat dit echt wel het meest diepe onderwerp is wat ik ooit heb besproken in een vlog. Vandaar dat ik mijn best heb gedaan om dit zo duidelijk mogelijk te brengen in dit vlog. Het is daardoor ook wel een wat langer vlog geworden. Maar dit is ook niet zomaar een onderwerp wat je even in 5 minuten gaat bespreken. En ik moet zeggen, ik heb me nog ingehouden, want er valt nog veel meer over dit album te vertellen. Maar ik heb zoiets van, ga het zelf lezen, ga het zelf ervaren. Ga naar je stripwinkel en ga dit boek lezen. En laat mij in de comment sectie weten wat jij van dit boek vindt. Laat me weten wat jouw ideeën en gedachten erover zijn. Hè, laten we een prettige, vriendelijke discussie hier op dit YouTube kanaal houden over dit onderwerp. Wie weet kunnen we van elkaar leren. Hè, het gaat erom dat we begrip krijgen voor elkaar. Dat vind ik heel belangrijk. Hè. Je kan wel met modder gaan gooien of je kan wel gaan schelden. Dat gebeurt heel veel als je op sociale netwerksites kijkt. Het verzandt heel vaak in moddergooien discussies. En denk ik, jongens, daar schieten we niks mee op. Laten we begrip hebben voor elkaar. Nou, zo'n prachtig album gaat zeker bijdragen dat wij begrip krijgen voor de situatie van andere mensen. En ik denk dat dat ook wel het doel is van dit boek. Niet om een bepaalde mening op te dringen of een mening voor te leggen, maar om begrip te kweken. Nou, vandaar dat ik zeg, ga dit boek gewoon zelf lezen, ga het zelf ervaren en laat mij weten wat je ervan vond. Bedankt voor het kijken en op naar een volgende vlog.